Deze nieuwsuitzending. Dat wordt een Niemendalletje. En het is nieuws. En het is ook een geinig verhaal. Kijk, dit is de kamer. waar vroeger mijn dochter in huisde. En toen waren de muren donkerpaars. Met groene accenten. En er hing een klamboe, want Madame was allergisch voor muggen. En een enorme pak meuk. En een tapijt en mijn knuffels. Nou, dat is allemaal weg. En wat is blijven staan is haar tafeltje. En haar stoel. En die stoel die gaat ook weg. Dat tafeltje mag blijven. Vind ik voorlopig. Zo. Ik heb besloten om die kamer van mijn dochter te gaan benutten. En een, een kweekding op te gaan zetten. Een kweekkamer. Hoe heet dat? Als ik ga nou even het geluid aandoen. Ik ga even naar het begin. Hier loop ik vanuit mijn woonkamer naar haar kamer toe. Dat is mijn boekkast. Geheime documenten. En dan krijg je hier... Haar kamer. Leuk hè? Dat tafeltje, dat heeft ze toen... Uh, zelf gekozen. En ze wilde van de IKEA... Ja, ik had gezegd van de Ikea. En zij wilde twee verschillende kleuren poten. Nou, dat is bij de Ikea net zo duur als hè, dezelfde kleur. Dat maakt het niet uit. Ze mocht van mij ook vier verschillende kleuren, verschillende kleuren poten. Wat maakt mij dat? Uit? Maar zij wilde rood en zwart. Oké. Okay. En dan deze stoel ook rood en zwart. Oké. Okay. Zo'n leuk stoeltje. Als je hem wil hebben, hoppakee, je krijgt hem zo mee. Ik kan er verder helemaal niks meer mee. En een leuke kamer. Het, uh, uitgang op het balkon. Nou, dit is dan die tafel van haar. Dat is nu een kweektafel. Allemaal meuklichten. Dit is. Uh, Marjolein of oregano. Dat is hetzelfde dus. Ja, dat weet ik dan weer niet. Hè? Lavas of magieplant. Dat is lekker. Sali. Heerlijk. Roosmarijn, Dat vindt mijn dochter lekker. Rucola. tijm. Weer oregano. Nog meer oregano. Ja, dat is Marjolein dus. En hier een Dat is mijn favorite momenteel. Qua kweeksucces. En dat is Chives. Dat is Biesl ook. Dat doet het bij mij voor geen meter. We geven niet op. Hè? Heb ik hier zo'n Grow Journal? Hmm. Uh, zo'n boekje van 20 eurocent. En daar schrijf ik dan dingen in op van uh, toen heb ik dat gedaan en toen heb ik dat gedaan. Want het gaat allemaal om tijd. Hè? Als je aan het kweken bent, zie je hier ook, er zijn tijdschakelaars. Dat is gedoe, man. Er is een vier, daar heb ik allemaal oude meuken, dat is alles wat ik maar had. Ik maak me niet uit, ik wil het aan het werken krijgen. En alles in elkaar met uh, stekkerdozen. Lekker rommelig. Als het maar werkt, hè? daar gaat het om. En dan hebben we hier. Dus, hier kwam Wim mee. Die gozer is geniaal. En ik zat hier hem te vertellen van dit kweekcameraavontuur. En hij begon te brommen. Ojojo, oh, 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 stotse fratsen. Dat is wat hij het vindt. Hij vindt het stotse fratsen. En dat zijn het ook. Dit zijn stadse fratsen. En wat ik had verzonnen. van. Ik wil voor die planten een soort oerwoud maken. Met nevel. En allemaal sompigheid. En een, 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 een hoge temperatuur. En dat er een raampje open moet. En dat bij wijze van spreken. de woningbouwvereniging. beleefd aan mij gaat vragen. Of ik niet liever een waterisolatiesysteemmand kan krijgen. Ja, je weet het niet wat ze ervan vinden. Maar dat de woningbouwvereniging langskomt om te zeggen: van, Ja, meneer, ik weet niet of dit wel kan. Ja, dat zou ik dus willen. Dat ik zo ver ga. Maar ik denk voordat de woningbouwvereniging binnenkomt, dat ik al problemen krijg met het parket. Wat krom gaat krijgen van het vocht. Maar we zien nog wel. Maar <laughs> dit is een pomp. En Wim die moest ook echt helemaal scheuren. En die zei: van ja, deze pomp, deze pomp, die pompt een kub water per 24 uur. Ja, hij moet helemaal proesten. Want dat jij wat, dat je dit nou als je. Nou, belachelijk. Dan moet Perry nou in zijn woning met een pomp. die een kub water in 24 uur in de rondte pompt. Dat is een meter bij een meter bij een meter water. Dat is duizend liter water. Ja. Dat is een fonteinpomp zo. Denk ik. Maar gratis, dus. Hoppakee. Ik heb helemaal geen geld, dus. Oh, geen geld, is niet waar, maar. Ik vind het leuk, hè? Ik vind het gewoon leuk om, om met helemaal niks wat te maken. Maar, maar, maar nou, dat is die doos in het zand. is met decoupeerzaag. Met tape. Daar heb je ook heel veel aan hoor, een tape. Die etiketten. Dat is ook heel handig. Dus heb je, als je gaat zaaien, gebruik etiketten AUB. Want ja, dan weet je tenminste wat het is. Dan weet je tenminste wat het is wat niet gelukt is. Als dus je hebt iets gezaaid en er komt helemaal niks op, moet je even kijken wat het was. Kijk, als de oregano goed opkomt. dan kan je zien dat het oregano is. Maar niet als het mislukt is. En daarom moet je etiketten plakken. En een datum moet erbij. Het gaat allemaal om tijd. Hè? Hou die tijd in de gaten. Het dit is mijn balkon. Nou die, nou, die raampartij. dat is hartstikke mooi. Er zitten niet weinig ramen. En het is op het. het is iets van het oosten. En een beetje de vraag of het nou precies het oosten is. Of iets, iets vroeger. Maar er zit nogal wat bebouwing om dit stuk heen. En daar zit ook een boom, zie je? Nou, ja, dat helpt ook niet. Hè? En daarachter allemaal gebouwen. Ja, dat helpt ook niet. Hè? Heb je? Dus dan ja, dat moet van vrij. Kijk eens, daar ook allemaal gebouwen. Kijk, dat helpt ook allemaal niet. Hè? Dus ik heb wel ochtendsom. Maar dat is het dan ook. En daar rit je het niet mee. Dat, dat, wo dat wordt niet leuk. Dat kan niet. Dat is veel te weinig. Dus dan moet je bijpompen. Met. Nou, elektra. En dat is geweldig. Want. Ik had mezelf voorgenomen om het even uit te rekenen. Voordat ik dan dit zou beginnen. Maar anders doe ik dat rekenwerk tijdens deze bespreking. Dat, dat maakt niet zoveel uit. Ik ben ermee aan het rekenen geweest. En als je dit lichtsysteem gebruikt dat zijn LED-lampen dan is dat betaalbaar. Als hobby. Laat ik daarmee beginnen. Je moet het voor de hobby willen doen, en anders je moet je niet denken dat je nu, uh... oh, uh, Piggy, ga boven vertellen, ga ik stinkend gek worden. Nee, dat denk ik niet. Nee, dat is puur voor de hobby. En omdat die lichtinval hier zo beperkt is, is het een mooi voorbeeld van hoe je het kan doen in een omgeving waarbij de lichtinval zo beperkt is. En daarmee zo'n beetje voor iedereen. Een of andere lullig kamertje op het noorden, het maakt geen donder uit. Ja, die stellage die hier staat, die heb ik gekocht bij de Action. En die is van staal. En kostte uh, 19 euro. Dat is niet duur. En dan kan ik nog een hele serie extra van die planken maken. Oh, het zijn er trouwens twee. Maar ze zijn zo standaard gemaakt dat ze heel vriendelijk tegen elkaar aanstaan. Zonder enig probleem. En die dwarsverbanden. Die daar liggen. Die, die werken als trusses. Of het zijn trusses. Dus ze geven de stevigheid aan de staander. Een geniaal constructie uh, idee. Dus je hebt niet van die kruisbanden nodig. Dat is bij dit type niet nodig. Die trusses die zorgen daarvoor. Dat is denk ik de term. Dat is een Amerikaanse constructieterm. Voor die stalen gebouwen. Die maakten ze ook zo. Met trussers. Met dwarsverbindingen. Nou, zo'n ding bij de Action. Habakrats. En you believe me, als je bij de Action voor een Habakrats kan kopen. kan je het elders ook voor een Habakrats kopen. En dan helemaal links. daar zie je een, een, een stickertje. Met een grijs dingetje er bovenop. Bovenaan, linksbovenaan. Dat is een thermometer. Ook handig. Temperatuur in de gaten houden. Je moet weten wanneer je, kanten, je, klant, je, pla, je klanten, je planten zijn je klanten, maar wanneer de klanten het koud krijgen, dat, dat moet niet kunnen. Of daar moet je rekening mee houden. Dan heb je minder te bewateren. Dan wordt het volgende project om dit te bewateren. En nu doe ik dat op de hand. Dat is ook leuk. Dat is ook schattig. Maar dat is niet meer schattig als dit zo dadelijk af is. Dan is dat een hele klus. Nou, daar komen we zo dadelijk nog bij aan toe. Laat maar lopen. laat me lopen. Daaronder heb ik mijn opslag. Altijd handig. En ik had dus nog een laag, maar die, die heb ik dus niet gebruikt. Dit is de aarde die ik gekocht heb met Wim. En dan alleen maar de helft. Ik heb al 40 liter in gebruik. En dit is wat je ook nodig hebt. Dat is uh, ja, manure, mest. En dan kan je denken van, nou, wat voor mist en wat voor mist. En dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik heb op het internet ook nog niet gevonden wat nou de optimale mest is. Waar ik mee begonnen ben, is dat ik op mijn balkon een emmer heb. En al mijn groenteafval, kookafval, of groente, whatever, eierschillen... Als ik... Ik drink nu geen koffie meer en... Aplos koffie. Maar stel dat ik nog koffie zou drinken, dan zou ik die koffie erin gooien. In één emmer. En dan doe je er een schep uh, potgrond bij om de zoveel tijd. Dus een laagje eroverheen. En een beetje water geven. Dat het niet uitdroogt. Dat heet composteren. Af en toe een beetje door elkaar roeren. Ja, waarom niet? Dus, uh, het is heel leuk om te doen. En wat het zo leuk maakt om te doen, is dat het zo jezelf in contact brengt met dat deel van het bestaan waar Wim Kruidentuin in is opgegroeid. Hij vertelde dat als hij s'morgens opstond, dat zijn moeder in de keuken was en die had de kachel aangedaan. Met hout. Zijn moeder, haar taak was het om de kachel aan te doen. En dan werden uh, ja. ja, de jongens allemaal wakker. En hij zei toen: maar Ja, onze familie verzorgt het voedsel voor 30 families. Hij is een voedselvoorziener. Wij voorzien de mensen van voedsel. En wij als familie met deze hoeveelheid land voeden 30 families. Als je die 30 families dit land geeft. Dan voeden zij zichzelf niet, want ze snappen niet hoe je van land voeding maakt. Dus die lui moeten oprotten, als het ware, naar de stad en geven ons dit land. En wij als familie geven genoeg voedsel voor dertig andere families. Dat is de waarde van de landbouwer. De ontegenzichtelijke waarde van de eigenaar van de grond. Het is nodig. En wat ik dan doe is. Of nou, wat ik bij het verhaal te blijven. Kijk, Wim is zo heel aards opgevoed. En ik niet. Ik ben opgegroeid in Amstelveen. Allemaal stukken Lego. En dan mocht je ook spelen met Lego. En dan kon je flatgebouwen maken. Of andere enge constructies. Bij wijze van spreken. Ik heb een hele leuke jeugd gehad. En ik was altijd wel een beetje jaloers op die. Landbouwjeugd. Nou, en nu. Uh, krijg ik dat dan terug op deze manier. Dat, zo kan je het ook zien. En, en, en Wim, die wil de stadse fratsen. Ja, nou, daar heeft hij denk ik groot gelijk in. Dit is wel even de tuinslangen die Wim uh, vrijwillig helemaal uit zichzelf heeft gedoneerd. Voor deze maffe stadje. Die vind ik wel mooi. Ja, die bovenconstructie, kijk, hier kan je die trusses zien. Zie je het idee? Dus die, die verbinding van links naar rechts, daar zit een hoogte tussen. En volgens mij heet dat een truss. En dit snap je zelf ook, dat als je dit hebt. Kijk, deze klik, het is een kliksysteem. Als je dat in elkaar klikt. dan, dan kan die staander niet meer bewegen. Omdat het over een hoogte zit. En als je gewoon alleen maar een plankje hebt met een klein draaipunt. ja, dan zwabbert die alle kanten op. Maar als je dit hebt, niet. Natuurlijk. Dit zijn die trusses. En daar links kan je goed die thermometer zien. Dat is ook bij de action en. Ik, uit mijn hoofd zeg ik uh, 79 cent. Maar het kan ook 1,17 euro zijn geweest. Het ding werkt erg goed. Met een batterijtje. Nou, hier heb ik een, een dwarsdingetje gemaakt. Dat gaat ook heel makkelijk. Er zitten van die gaatjes in. Nee, we hebben ze eromheen gedraaid. Maar het is ijzerdraad, Er zijn overspanningen om de lamp aan op te hangen. En hier krijg je de elektronica, als eerste. Ja, elektronica, dat is een, uh, een transformator. Die hoort bij die lampen, die lampen worden gevoed met 38 volt, iets saais. En dan stop je 220 in, maar dan heb je een transformator nodig. En heel handig hebben ze daar korte kabeltjes aan gemaakt zodat je ze makkelijk vlakbij het stopcontact uh, kan je ze kwijt. En dan van die transformator loopt een lange kabel. Die ga je zo dadelijk nog zien. Zo. Dit is een, een lullig ongeaard stopcontactje. Vastgezet met een tie wrap. En die kabel die gaat ergens naartoe. Kijk hoor. Kan je hier nog zien. Ja, het is helemaal niks vast. En die kabel, de, die gaat hem vervolgens in een verlengkabel. En dat is heel slordig. Maar dat lossen we straks wel op. Dat dus is het tijdelijk hè? In aanbouw. Dit is maar de eerste. Ik ben nog lang niet klaar. Dan heb je hier Dan gaat het ding omhoog. En die gaat de tijdschakelaar in. Ja. En dat is echt, dat is een geniaal ding. Ik hem hier even stopzetten. Kijk, ja, dit kan je kopen bij de Action. En die kosten 2 euro per stuk. Nog niet eens. Heb je er wel twee? Maar dat maakt niet uit. Want ik heb er een nodig voor de, de zon die gaat schijnen. En ik heb er eentje nodig voor de regen die gaat komen. De nattigheid. En deze tijdschakelaars die zijn ja, ten eerste heel goedkoop. En ten tweede heel eenvoudig te bedienen. Want het enige wat je doet, dat is zo'n plastic lipje naar boven trekken of naar beneden douwen. En beneden is uh, uit, dacht ik? Nee, beneden naar beneden is aan. En naar boven is uit. Wat is het? Dus als je alles omhoog trekt. ...dan gebeurt er helemaal nooit wat. Behalve dat je stroom kwijt bent aan. Ja, de tijdschakelaar zelf. En dat is niet zoveel. Dus. Maar dan nog, als je hem niet nodig hebt, moet je hem uitzetten. Dus. Het gaat om economie om en om zuinigheid. Het gaat allemaal over. een oefening in leven. Voor mezelf dan. Hè? Hier kan je ook zien, hier kan je de lettertjes zien. Dus om 9 uur s'avonds, 21, gaat hij aan. Nee, nee, gaat hij uit. Sorry, gaat hij uit. 9 uur s'avonds gaat hij uit. En 6 uur s morgens, aan de overkant, gaat hij aan. En dat klopt. Dan kan je in de handleiding kijken hoe je dat precies moet doen. Als je erover nadenkt, weet je het zelf. Heel simpel ding. En dan gaat de dingen maar naar boven. Naar dat blok. En daaraf, dan moet je ook even opletten. Dat is ook heel mooi gedaan door die uh, Chinezen. Het ja, is een mooi dun kabeltje. Ze dus we hebben weinig voltage. En hop, hier naartoe. En dan zit het vastgelijmd. En dan weet ik het ook niet meer. Maar het is een, een kwetsbaar ding. Maar het is een lamp. Hè? En die lamp die kost. 30, of die verbruikt 30 watt. En hier kan je zien... dat als je gaat bijlichten... dat het, het licht van buiten... dat gebruik je net zo goed. Dus als jij jouw eigen project wil beginnen... vergeet dat licht van buiten niet. Dus het gaat uiteindelijk om... joules... E, Joule een eenheid van energie. Joule per seconde. Watts. En elektriciteit zet, somlicht, son, zet Elektriciteit kan je omzetten in licht, zonlicht. Dus aanhalingstekens. Met een effectiviteit van meer dan 90%. En dat is heel veel. En het licht van buiten. Ja, hier kan je het al zien eigenlijk dat die, die plantjes die daar links staan, dat die happier zijn dan die plantjes die daar rechts staan. Toch? En links hebben ze meer licht. En als de zon fel zou schijnen, zou je dit verschil niet gezien hebben met deze camera. Dat denk ik niet, maar dat, dat, dat merk je ook wel als je in zo'n lamp kijkt, hoor. Er komt heel veel licht uit. Nou, dit zijn experimentjes van mij. Deze bijvoorbeeld, totaal mislukt. Toen had ik die lamp nog niet, moet ik zeggen. Dit zijn uien. Bosuien. En wat goed gaat, is dit. Dit is HET succesnummer. Basilicum. Die totally blij. Dit is peterselie. Nou, smaakt goed. Het een goede uh, smaak. Dit is knoflook. Ik weet niet wat het wordt. Ik heb het gewoon maar in de grond gestopt. Oké, okay, peterselie. Die peterselie heb ik gezaaid. Oh, dit vind ik zo'n schatje. Dit is mijn tijm. En er zit schimmel in die pot. Zie je nou? Ah, die tijm, die. Uh, oh. En ik heb al geleerd dat ik nu. Uh, deze tijm, Die, die kan ik. Uh, ik weet precies hoe ik hem moet knippen. En dan gaat hij in een potje water. En dan heb ik een tijmplant. Zo'n struik krijg je dan. Maar dit kan het begin zijn. Dit is weer die Peterselie. Binnenkort erwtensoep eten. En die basilica, dat zei ik, dat is echt een succes. Kijk, hier komen de grote jongens. Je moet ze toppen, hè, die basilica. Oregano, helemaal niks geworden. Doei. Bieslook. En hier hebben we weer. Die komen zo dadelijk nog goed in beeld. Dat zijn mijn aankomende successen, denk ik. Is dat weer die bieslook? Oh ja, dit is mijn koriander. Ja, niet alle blaadjes zijn verdord. Men heeft er nog een beetje zin in. Maar die, die mankeert wat. Ik weet niet wat. Kom ik nog wel achter? Ja, die Peterselie heeft wel naar zijn zin. Kijk, en deze vind ik zo schattig. Dit zijn drie Madame Genet's. Dit zijn Madamekuss's. Dit, dit zijn letterlijk zaden die ik van een Madame Genet. Ik vind die peper heel lekker. Nou, Daar heb ik hem open gesneden, Heb ik een paar van die zaadjes eruit gehaald. En drie keer bingo. Niet één, niet twee, nee, drie zaadjes zijn een plant geworden. Haha, 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 haha. Ah. En moet je eens kijken hoe die groeit. Kijk, die peper, die heb ik moeten toppen. Die is nog niet heel goed in beeld geweest. Die komt zo dadelijk wel, hè? Die heb ik moeten toppen. Dat is een chili. Maar deze, die is nog helemaal niet toe aan toppen en is nu al bezig met van die zijtakken die er heel veelbelovend uitzien. En ja, dat wordt een avontuur. Maar die blaadjes zien er zo happy uit, hè? Ja, yeah, baby, baby, mama. Kijk, en dit zijn mijn papers. moet je toch kijken naar dit? Uh, die Madame Genet's en die chilies... Deze, de, dit zijn de chilies, hè? Maar die Madame Genet's van daarnet. die heb ik tegelijkertijd geplant. Of gezaaid. Hè? Dan moet je kijken wat die Chili heeft gedaan. In de tussentijd. Dat die madame Genet nog... Uh... La la, dat ben ik, madame Genet. Ik ben heel groot hoor. Ja, deze is groot. Vind je niet? Er zit al een... Een bast. Ja, zo noem je dat. Er zit een bast... On die centrale stam. En dan overal van die uitspruitingen. En er is mij dus geleerd dat je dit type moet uh, prunen, uh, snoeien. Moet je bovenin pakken. Dat heb ik gedaan. Dat, dat is, werkt heel goed. Je dwingt zo'n plant in de orde die jij wil. Kijk, hier heb ik hem gesnoeid, zie je dan? Gewoon chop chop, afgelopen. En dan moet je doen, ja, snel. Je ziet ook dat hij daar waar ik hem gesnoeid heb, daar gaat hij ook weer doorgroeien. Zo. Goed kijken waar je snoeit. Hier onderin ga je niet snoeien. Alles wat onderin zit, al die kleine dingetjes onderin... die dienen groter te worden. Daar moet je naar streven. En hopeloze gevallen, die gaan weg. In de groeifase dan, hè? Voordat hij zijn vorm heeft bereikt. Want je wil een bepaalde vorm. Een soort... Ja, olkebolke-achtige vorm. En dat ding wil maar omhoog, hè? Dus dan moet je hem afkorten. Hier heb ik het ook gedaan. Ja, nou, dan komt er gewoon weer een stuk nieuw. Maar dat, de rest krijgt wat meer voeding. En deze is scheef gegroeid. En ja, ik weet niet meer waarom. Maar laat maar doorgroeien. Deze is toch mooi, ja? Nou, ik vind het hele mooie planten. Ook die basilicum vind ik heel mooi. Die basilicum moet je ook aftoppen. Hè? Ik heb nu alweer heb ik, uh, ik denk van die linker daar. Heb ik dat stuk erboven eraf geknipt en in een glas water gestopt. En dan ga ik denk ik zorgen voor één. Kast met alleen maar bezidekken. Waarom niet? Allemaal potjes. Oh ja, dit is een hele handige vinding van mij. Kijk, deze kasten die worden aangeleverd met 1, 2, 3, 4 planken kan je leggen. Nou, ik heb er maar 3 nodig. Eigenlijk maar 2. Nou, wat ik nou verzonnen heb, je kan die planken over dwars leggen. En dan passen ze niet. Maar als je een decoupeerzaag hebt, dan maak je even een sleufje. En dan passen ze wel. Dan kan je die planken over dwars leggen. En ik heb voor de zekerheid, heb ik er plastic, fauners, bakzak, plastic overheen gedingest. Van ja, je weet niet. Je... Nou, houd maar een beetje veilig. Dat is een beetje de gedachte. Het blijft iets om heel voorzichtig mee te zijn. Oh ja, en trouwens, dit ding, die, die schep, op het internet gekocht. 1,20 euro. Kijk, aan die kant moet je dat ook doen. Dat inkepen. Maar ja, dit soort dingen moet je zelf verzinnen. In jouw situatie. Het is meer de vrijheid waarmee je kan opereren. Het is niet een dwangmatig model. Iets handigs doen en de beperking is: We hebben geen geld. Dat is een leuke beperking, toch? Het maakt niet uit. In, alleen in de beperking kan de kunstenaar zich tonen. Als er geen beperking is, als alles verheven is tot kunst. Ja, hoe moet een kunstenaar zichzelf dan manifesteren? Dus een kunstenaar heeft een beperking nodig. Nou, en... Zo sta jij in het leven, zo sta ik in het leven. En ik denk dat... Uh, ...organo en basilicum... En Thaisebasilicum, en Gember, en heel lekkere aardappeltjes, en uh, nou, dat soort dingen. Dat ze hier in de stad niet meer te krijgen zijn. En dat slaat nergens op. Uh, ik, ga geen, ik ga van mijn leven geen, nooit meer basilicum kopen. Helemaal nooit meer. Ik vind basilicum hartstikke lekker. En dan haal ik van die verse. Maar dat vind ik ook van oregano. Ik wil versen. En wat kost zo'n hobby je nou? Know? Je eigen kruidentuin. En als je het zo groot aanpakt zoals ik van plan ben, ja, dan heb ik genoeg kruiden voor uh, tien gezinnen. Ik ga me even hem halen bij Oom Perry. Alleen, uh, ja, ik woon niet bij iedereen om het uh, portiek. Maar ik denk dat ik het behoorlijk vol krijg in de categorie basilicum. Dat heb ik onder de knie. Nou, peperplanten en mie, dat is helemaal je dat. En mijn volgende goal wordt limoen. Die vind ik ook erg duur. Oh, limoentje. Leuke limoen. En citroengas. Dus er moet al wat gaan gebeuren in deze ruimte voordat dat er allemaal staat. Oh ja, en bamboe. Dat is ook zo lekker. Een bamboe kan ik denk ik laten groeien op mijn balkon. Nog even nazoeken. Of dat je moet schouwen met zo'n boom. Dat die van binnen naar buiten moet. Maar dan zijn we al een heel eind verder. Eerst maar eens die gordijnen van de muren. Oh ja, en ook een tip nog. Rondom zo'n kast, hè, waarin je die lampen hebt hangen, is het verstandig om rondom een, een soort zeil uh, te kunnen laten zakken? Van boven naar beneden. Hè? Met uh, reflecterend materiaal. Je kan denken aan aluminiumfolie met een soort stevig laagje erachter. Misschien uh, vuilnisbakzak plast vuilnisbak, plastic en daarop aluminiumfolie gelijmd. Zoiets. En van dat materiaal en mooie stroken knippen en dan een balkje bovenin waar je het dan vastzet. En dan een balkje onderin wat, wat mooi rond is. En dan kan je het mooi oprollen. En dan bovenin van die haakjes. Klik. En dan kan je erbij. En als je klaar bent met het werken aan je planten, dan roep gedenkjes omlaag. Heb je ook geen last van het licht? Kijk, en dan gaan wij lekker kweken. En dan kan je toch denken aan kweken van zoiets als tabak. Waarom niet? Nog even die rekensom maken. Gaan we even naar open office? Kijk, zo'n zo lamp is zeg maar 30 wat. Nou, die heb je 16 uur per dag. Branden. Want je moet planten ook met rust laten. Dus 16 uur per dag bombard, bombard, bombardment. En dan uit. Ik vind de planten erg fijn. En jij ook. Nou, dan weet je dat je maar een fractie van die 30 watt daadwerkelijk gebruikt. Dus. Per dag is dat. Ik kijk of ik even een beetje groter kan maken. Hoe doe je dat nou? Nee, je moet zo maar even kijken. Dat is dus 24. Oh, sorry. Dat is die gedeeld door 24. Dat is wat je kwijt bent aan stroomverbruik van een lamp van, zeg maar, 30 watt. Want voor de rest van de tijd staat die uit en dan kost die geen geld. Nou, dan hebben we de deze fractie van die, dus mijn effectieve stroomgebruik. Even een goede toets zoeken op mijn toetsenbord. Waar zit dat ding nou? Ja, ik heb een nieuw toetsenbord. Op mijn Mac weet ik alles uit mijn hoofd en hier zit zo'n. Maar dat menen ze toch niet dat dat ding niet rechts zit. Nou, dat zal dan wel. Dat is gelijk aan die. Het echte stroomverbruik keer die fractie. Keer die fractie. Ja. Dus 20 watt. Dat verbruikt dat ding gemiddeld per dag. Nou, we hebben in een jaar 365 dagen en 12 maanden. Laten we het even heel netjes doen. Dan gaan we eerst kijken naar de hoeveelheid per jaar. En die delen we door 12. En dat is de hoeveelheid per maand. Akkoord? Dan hebben we geen gezeuren over februari en juni, juli. Nou, wat is het dan per jaar? Je hebt 20 watt. Dat betekent 20 joule per seconde. Dit is joule per seconde. Dit is uur. Nou, dat zet ik er niet achter. Dit is de fractie. En dit is dan 20 joule per seconde. Nou, dan willen we naar joule per uur, lijkt mij. Om aan te beginnen. Nou, hoeveel is joule per uur? Nou, dat is is gelijk aan die keer het aantal seconden per minuut keer het aantal minuten per uur. Ja? Dus dit is joule per uur. Nou, hoeveel joule per dag? Sorry. Nou, dat is maar gewoon een dag. Ziel per dag. Hoeveel ziel per dag? Nou, het aantal ziel per dag is. Dat. Keer okay, ja. 24. Huh? Dat is het aantal ziel per dag. Nou, en dan hebben we ziel per jaar. En dat is die keer 365. Oh, die is mis. Kijk hoor, die is dat en dan moet er een keer tussen. Ik zat fout op mijn toetsenbord. Het is mijn nieuwe toetsenbord. Uh, A6, klopt die? Het lijkt me wel. Laten we eens even nalopen. Het is 30 joule per seconde wat zo'n lamp verbruikt. 16 uur per dag. Dus per dag een fractie van 2 derde. Dat betekent dat we 20 joule per seconde effectief moeten gaan betalen. Dat is dat. 60 keer 60. Nou, logisch, seconde naar minuten, minuten naar uur. Nou, en dan krijgen we deze. Dat is a5. Dat is dat die hoeveelheid per uur keer 24. Nou, dat is per dag. En dat je per dag verbruikt dat keer 365. Dat is per jaar. Oké. Okay. Nou, en wat betalen wij voor joules? Nou, we betalen in de eenheid. Uh, even kijken, oh, dat is dan. De eenheid is euro. Wij betalen twintig cent voor een kilo wat. uur, kilowattuur, zo noemen ze dat. Kwhr, kilowattuur. Een kilowattuur staat gelijk aan een hoeveelheid joule. Nou, hoeveel is dat? Nou. Kijk, een kilowattuur is het verbruik per uur. Dus het aantal joule per uur. En dat in duizenden. Ja, ga er maar even aanstaan. Dan moet je dat gaan terugrekenen. <laughs> Dus het is kilowatt joule per seconde over een periode van een uur. Had jij het ooit verzonnen? Maar zij dus wel. En ze willen 20 cent. En wat kost die lamp? Ja, ik nodig je uit. Denk met me mee. Er leer er wat van. Daar gaat het om. Ik doe dit puur van mijn eigen lol. En dat maakt het zo leuk voor jullie. Omdat men met mij mee te gaan denken. En dat je nu denkt. Nou, ik moet toch minimaal slimmer kunnen zijn dan Perry. Dus ik weet wat een joule kost. Want die eenheid is dus. Ja, wat ik wil weten. ...is dit. Oh, dat wil ik niet. Oh, sorry, dit is mijn nieuwe keyboard. Dat is echt ongelooflijk vervelend. Daar stond punt .20. Ja. Maar wat ik eigenlijk wil weten... ...dat is... ...euro... ...per shul. Of niet? Als ik euro per Joule weet, dan weet ik in één keer wat die lamp mij per maand kost. Huh? Nou, denk jij er eens even over na. Hoe kom je nou? Als je weet dat je voor een kilowatt uur 20 cent kwijt bent. Wat kost mij dan een... een... Ja, wat is het dan pensioen? Want dan kan je terugrekenen. Ik geef je tien seconden. Dit wordt echt een kwelling. Tenzij je nu al zit te wippen op je stoel dat je het al weet. Maar ik denk het niet. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander nu denkt... Ik weet het niet. Dat is niet erg... Ik doe nu ook alsof ik het niet weet. Nee, ik weet het wel. Hey, een kilowatt is duizend watt. Dus duizend joule per seconde... voor een uur lang. Dus... een keer achter schrijven... Duizend per seconde voor een periode van een uur. Hm? Nou, dan gaan we nu naar uh, wat uur. Dat schrijf je zo. En dat is dan... Heel handig doen. Ik kan die duizend weg. Joule per seconde voor een periode van een uur. Nou, daar betaal je voor een duizendste van die vorige. Dus dan is dus dit gelijk aan dat. Gedeeld door duizend. Ja. Yep. Dat is een wat uur. In wat uren uitgedrukt. Ah, wacht even, dan moet ik hier zeggen. Euro. Dat zeg ik niet helemaal goed. Euro. Per. Ja, ik noem maar gewoon euro. Gewoon gedeeld door. Euro per kilowattuur. Ja? En dit wordt dan euro. Oh, sorry. Dit komt niet door mijn toetsenbord. Dit was een ordinaire typfaat. Euro per uur. Ja? En dan wordt dus de beschrijving. Euro, we zijn op te schrijven. Euro per. Zo, moet je dan schrijven. Dan hier. Euro per. Dit niet mijn schuld, hè? Dat dit zo ingewikkeld opgeschreven is met de kilowattuur. Dat is, heb ik niet verzonnen. Niet boos worden tegen mij. En het zal niet de laatste keer zijn dat die bankiers heel ingewikkeld doen over afrekeningen. Want het werkt fouten in de hand. Even denken hoor. Dus dan heb je dus 0,2 euro per kilowattuur. Dat klopt. Dat betaal ik. Dus dan is het. 0,00 euro per wattuur. Oké, docky. Snap ik ook nog. Nou, dan moeten we nu naar wat seconde toe. Van een uur naar seconde. Dus wat kost een wat per seconde? Ja, dus als een, een wat een uur lang 0.0002 kost, 0.0002, ja. Ja, wat kost een wat dan per seconde? AUB. Toch? Nou, laten we dat maar uitrekenen. Is. Die. Gedeeld hoor. En nou schiet hij een wetenschappelijke notatie. En ik weet niet of je dat kan lezen. Die min 8, min. Je hebt die E. Dat is geen cijfer, dat is een E. Dat is een E. En dan een min. Dat is heel lelijk, dit geschreven, maar dat maakt niet uit. Uh, min uh, 8. Min 8. Dat betekent 8 acht cijfers achter de komma. 7 nou ja, cijfers. 1 nou, cijfer achter de. 1 cijfer achter de. Het is 8 cijfers achter de komma. Dat betekent dat. Dus een heel klein getalletje. En dat is euro. Per watt seconde. Dus. In de omschrijving krijgen we dan euro per joule per seconde voor een periode van een seconde. Ja, nu voel je hem wel, hè? Dus een, een joule per seconde voor een periode van een seconde. Ja, wat is dat? Ja, dat is een joule. Dus een watt seconde is het ook. Het is een watt voor een seconde. En dat is een joule. De, de natuurkundigen die weten dan dat watt. En dat is. En dan joule per seconde. Dus watt. keer. Seconde is oh, dat is mijn fout. Is joel. Oh, niet joule per seconde. Is joule. Heb je dit is een natuurkundige truc. Dus een wat is een Jou per seconde, dus een wat seconde, dat is een sterkje dan nou. Een watt seconde is een Jou. Dus hier had ook kunnen staan euro per joule. Dus dit, is, dit kost mij een joule. Nou, wat kost mij dat geintje voor een jaar? Nou, dat is. Dit is het per joule. En dit is het aantal joules. 35 euro. Nou, dat is te doen, vind ik hoor. Eén lamp. Hè? Daar word ik niet... Uh, dat ik denk, oh jij. Ik heb mijn ziektekostenverzekering en die is van 300 euro. En dan kan ik geen 35 euro leien. 35 euro voor een groeilamp is dus geen geld. Uh, in uh, onderhoud, ik we zeggen. En zo'n ding zelf kost ook niks. En dit is zeg maar wat je ervan krijgt. Als je. Even down to earth. Stel je houdt van basilicum. En. Eigenlijk, uh, elke week heb je wel wat lekkers met lekkere verse basilicum. Je zit helemaal in je basilicum mode. Zo. Huh? Nou, wat geef je dan uit aan basilicum? Ja, toch? En wat geef je dan uit aan een groeilamp? Ik krijg hier de basilicum op de markt in Arnhem. Die krijg ik niet onder 1 euro. Dus als ik 10 keer per jaar, eens in de maand, ga ik naar de markt voor basilicum. Ja, dat kost me ook een tientje. Terwijl die basilicum echt uh, meer is dan een euro, hoor. Ik zal komende zaterdag, denk ik, even gaan controleren. Even kijken wat de basilicum daar kost. Maar die kan je gewoon zelf groeien. Dat kan iedereen. En kijk naar de kosten. Dus één lamp, nogmaals, dus één lamp. En ik wil maximaal naar. Want ik denk in maand kosten. Vind ik handig. Dus per maand. Dus heb je dit. En dan gedeeld door. Dat. Hè? 12. Dat is 3 euro per maand. En ik zit nou op de 6 euro per maand. En ik wil wel door naar 20, 30 euro in de maand. Daar val ik financieel niet van om. Mijn mobiele telefoon kost mij 7 euro in de maand. Mijn internet kost mij bijna 40 euro in de maand. Nou, dan mag dit mij ook wel wat kosten. In al dat uh, tumult. Ja of nee? Een goede, hè? Over verstandig omgaan met beschikbare middelen. En vergeet die tabak niet. Het tabak is een, een hele wilde, toffe groeier. Dan maak je bonsai-tabak. Want tabak gaat meters hoog, hè? Dan maak je bonsai-tabak. In je lullige flat, ergens in Uilensteden? Of in de buurt van oude steden. In de buurt, man. Ik zei niet oude steden. Nee, precies. Dat zeg ik ook niet. Laten we hopen dat je niet in Soetermeer woont. Of een Lelystad. Hé, hey, daar ga je net ook. Daar hang jij ook een lamp op. Voor 35 euro per jaar. En kijken hoeveel tabak eruit komt. Wat betaal je aan tabak? 500 euro per jaar? 600? Rook je eigen tabak? Waarom niet? Denk jij dat jij dat niet kan? Denk jij dat jij niet genoeg tabak in je vergeten slaapkamer, rommelhokje. Ja, is heel handig, hè? Daar doe ik allemaal spullen in. Ja, het is nu een beetje vol, hè? Maar het is feest. Daar is de woonkamer. Ja, Zo'n kamertje. Al die rotzooi eruit. Een volplempen met tabak. Kom op. Als je eerst geoefend hebt. Ja, klein beginnen, Tabak, daar weet ik van, dat is geen makkelijke. Een heel kwetsbare. En als die komt. Die plant is, er zit een gif in. Hè? Dat is een giftige plant. Dat is een nicotine. Het is de natte droom van een firma zoals uh, Monsanto een plant met een ingebouwde nicotine, uh, insectendelver, sorry, uh, insecticide, namelijk nicotine. Het is een plant waar insecten van denken, oh nee, oh nee, nee. Nou, die plant, gewoon die plant. En dan vraag je dochter: Papa, waarom heb je zo'n uh, tabaksplant in, je, in de voormalige kamer? En dan kan je zeggen: ja. Daar lijk ik op. Ik ben ook inwendig bestend tegen insecten en andere ongedierte. Ze blijven vanzelf bij mij uit de buurt. Ik ben net als tabak. You can't touch me. Snap je? Wees vrolijk. Ach, serieus. Het is heel serieus een moment om vrolijk te gaan zijn. Kom. Het is een mooie, genoegen nieuwsuitzending. En tegen jullie zeg ik: uh, ga maar lekker slapen. En nadenken over wat je gaat doen. 35 euro in de maand. En dan heb je. Nee, per jaar, dus 3 euro per maand. En dan heb je. wat zat hij nou? Even kijken of ik heel snel kan vinden. Ga ik je helemaal jaloers maken hoor? Kijk eens. Heb je dit? 3 euro in de maand. Dit straalt alle kanten op. Ik heb zelfs tegen mijn dochter gezegd... ik maak van die kweekkamer ook nog een bed and breakfast... voor anderhalf persoon. In de zin van, het mag een stelletje zijn... en uh, het matras is niet... Uh, ja, het is anderhalf. Maar het mag een stelletje zijn... Als je maar stilletjes bent. Zoals een stelletje betracht. Dan kan je slapen en dan word je smorgens helemaal stoont wakker. Van de basilicumlucht. En die pepers. Misschien ga ik hem wel verhuren als uh, Love Nest. Dat die kerels dan uh, na afloop uh, pepers kunnen kopen. Tegen forse prijzen. Want hun vriendin heeft ze zelf mogen knippen. Oh, die wil ik. En die wil ik ook. Ja, toch? Uh, gewoon een bed en breakfast in Arnhem. In het uitgaansleven, wat er van over is. En dan laat je je meisje van die pepers uh, plukken. Knippen. Dan ja, ben je me dankbaar. Denk ik. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Als er zo'n moloot was die dat echt eigenlijk ging uitvoeren. En ik weet niet of ik dat allemaal ga doen. Het is een mogelijkheid. Gelukkig. Heb ik één hele goede eigenschap. En dat is dat ik heel erg lui ben. Dus je hoeft je bij mij geen zorgen te maken. Dat ik gekke dingen ga doen. Want daar ben ik veel te lui voor. Dat is een mooie afsluiting. Ook een goed voorbeeld aan jullie. Met wat jullie moeten zijn. De vrouwtjesleeuw. Die is zo dom. Die, die gaat al die. Uh, die gaan maar werken, werken, werken. Ja. Maar een echte vrouwtjesleeuw, een echte feministe is net als een man, de mannetjesleeuw. En die doet de hele dag niks. Ik hoop dat ik bij deze laatste opmerking vragen heb opgeroepen. <laughs> en tot de volgende. Met mij gaat het goed.